De kistenkantelaar. De volgende stap in het proces is het wassen van de aardappels. Dat gebeurt hier achter ons met een heel grote machine. De aardappelwasser. In deze aardappelwasser wordt simpelweg de grond van de aardappels afgehaald, zodat ze mooi in de verpakkingen komen te liggen. Want dat wil de consument, gewoon aardappels. Stap 1, de kistenkantelaar. Super vet! Nu rollen ze naar de grote wasmachine. De trommelwasser heet deze. En dat is eigenlijk te vergelijken met de wasmachine bij jou thuis. Die maakt een heel raar geluid hoor. Hier worden de aardappels dus gewassen en er is natuurlijk heel veel water voor nodig. Dat gebeurt hier met water dat continu wordt hergebruikt. Dat betekent dat het dus heel duurzaam is eigenlijk. Als de aardappels uit die wasstraat komen, dan gaan ze door naar de tweede ronde. De polijster, dat is die daar. Er wordt een heel dun laagje van die aardappels afgeschraapt. Een beetje als het scrubben van je huid. Zodat ze echt super schoon zijn en nog mooier worden. Net als mijn huidje. We're worth it. Ik voel me net een beetje Carlo Boszhard zo. Met zijn pet. Na het polijsten kom je hier terecht. Hier worden de aardappels nagelezen. En dit is een super belangrijk onderdeel van het proces. Alle slechte aardappels worden hier uitgehaald. Dat wordt veevoer en zo wordt er geen voedsel verspild. Dan het laatste onderdeel van het wasproces gebeurt hier. Hier in het begin zie je dat de aardappels wat nat zijn en door deze filter doeken worden ze droog. Op de rollendrogers. Klinkt logisch toch? Hoe letterlijk wil je het hebben? Hier aan het einde van deze rollen zijn de aardappeltjes dus al bijna droog. En dan gaan ze allemaal de kist in en zijn ze klaar om te verpakken.